Ja, dat kijkers mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En het is tijd voor een leuke video. Want het is weer tijd voor Kingdom. En het is tijd voor om te vertellen over de grote Kingdom Tixa, oftewel Skyra, update. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga jullie heel veel vertellen. En ja, het komt helemaal goed. Ik ga je namelijk vertellen, wat gaan we doen in Kingdom Tixa? Wat gaat er allemaal gebeuren? En wat houdt dat in voor jullie, de spelertjes, zeg maar, de kijkers van Kingdom Tixa? Nou, als eerste, de roleplay gaat binnenkort, echt waar, binnenkort, eindelijk na al die tijd, beginnen. Woehoe! Want wat gaan we namelijk doen? We gaan Tixa helemaal opnieuw opbouwen. We gaan ook gewoon, zoals ik zei, want jullie willen dat graag hebben, een soort Kingdom Survival doen. Want, het gaat als volgt, er is één ding wat mij eigenlijk tegenhield van Kingdom Tixa een beetje opnemen. Omdat ik geen koning meer was, had ik niet zoveel zin meer in, zeg maar, dat was een beetje kut. Maar ik ga weer koning worden. Yeah! Woe! Want ik had een afspraak gemaakt ooit met degene die mij van koning af wou hebben. En van koning afgehaald heeft. Dat is natuurlijk de PL. Dat is Samal. Van als ik me goed zou gedragen, dan mag ik weer terugkomen als koning. Nou, heeft David bepaald. Nou, Dylan heeft zich wel goed genoeg gedaan. Goed genoeg gedragen de afgelopen tijd. Hij is wel het waard om koning weer te worden. Dus dat is hartstikke fijn. Dat ga ik dus weer worden. Want dit moment ben ik nog steeds hertog. Ik heb mijn chat trouwens uitstaan. Ik ben nog steeds hertog. Maar dat maakt niet uit. Ik ga weer koning worden. Ik heb er heel erg veel zin in ieder geval weer om weer dat te doen. Nou, er is nog één ding wat ik echt stom vond aan Tixa. Had ik jullie al verteld. En dat is dat ik Tixa ongelooflijk, ontiegelijk lelijk vind. En laten we eerlijk zijn, het is ook lelijk. Ik heb het zo gekregen natuurlijk ooit van koning Colin, van Colijn. Ja, die vond het natuurlijk mooi of zo. Maar het is lelijk, het is kaal, het is troep. Het is volgens mij letterlijk rechtstreeks van internet volgens mij het kasteel. Het is ook niet sterk, het is gewoon lelijke Tixa. Overal hot naar her zijn dingetjes. Daar is een of ander klein tempeltje. Daar is een of ander dom, ja, weet niet meer wat het is. Een trop de railway was het naar Entropia toe. Hier is onze troonzaal die we zelf gemaakt hebben. Ziet er al wat leuker uit als die, laten we eerlijk zijn. Dit is al mooier als dat. Nou, dat hebben we gemaakt. Ik heb dat natuurlijk ook heel tof. De paardenstal is wel leuk, maar daar zijn nog wat gebouwtjes. En noem het maar op. Het is gewoon, laten we eerlijk zijn, niet mooi in Tixa op het moment. En daar was ik het niet mee eens. Vond ik gewoon super klote, super kut. En het maakt het Kingdom ook een beetje dood. Aangezien wij niks hoefden te bouwen. Want hè, we hadden een stad. Alleen het is ook geen mooie stad. En we mochten het niet weghalen eerst. Nou, hebben we gesproken met leiding heb ik gesproken. Nou, met David vooral. Van hey, David, mogen we Kingdom Tixa gewoon slopen. En opnieuw opbouwen zoals wij dat willen eigenlijk. Nou, dat mocht. Dat gaan we ook doen vooral. We gaan het lekker opbouwen. Ik heb er heel veel zin in. Maar wat moet er dan gebeuren? Alles moet plat. Je ziet hier een railway. Ik ga zo meteen laten zien waar die uitkomt in ieder geval. Het maakt een beetje veel lawaai. Een railway naar Rombeton. Want wij hebben heel Tixa, alle belangrijke spullen. Daarom is ook die lelijke railway zo de stad heen gedaan. Hebben we leeg gehaald. Dus alles wat belangrijk was, hebben we gewoon uit de kisten gehaald. Je ziet het meeste leeg. De zaadjes. Weet je wat? We hebben ook wat zaadjes mee. Dan kunnen we ook een nieuwe farm starten. Indien nodig. Dan gaat het Diamond Sword. Waarom ook niet? Ja. Alle belangrijke spullen hebben we meegenomen naar Rombeton. En deze wil ik ook wel hebben. Ja, het zijn gewoon drie. Ja, anvils. Nou, dat is belangrijk. We gaan dus helemaal opnieuw beginnen, want het zag er gewoon niet uit. Dus de paardenstal, alle paarden moeten we ook weer even meenemen. Dat moet ook trouwens even gebeuren. Want als we het niet doen, dan als de wipe gaat gebeuren, dan is het dus, zijn ze dus dood. Dat wil ik niet. Dus we gaan lekker hier naartoe. We nemen het paardje mee. We gaan rijden op het paard. Volgens mij van Dave Port deze, weet ik veel wie die is. Ik jat altijd paarden, jongens, want ik heb geen eigen paard meer. Ik had er wel eentje, maar die is vermoord. Dus ja, dat was in de oorlog tegen Inava. Toen we vonden het leuk om al onze paarden dood te maken in onze stad. Leuk was dat ooit. Maar, in ieder geval. Je ziet hier de farms. Dit gaat allemaal weg. Dit gaat allemaal weg. De molen gaan weg. Deze huisjes gaan weg. Dit gaat allemaal verdwijnen. We gaan het allemaal een beetje platter maken. En we gaan lekker helemaal van scratch, dus vanaf niks, gaan weer opbouwen. Dus dat wordt heel wat. We moeten bedenken. What the fuck is dit nou weer? Are you kidding me? Oh, wat leuk. Ik wil zeggen, wat is het voor stoms? Ah man, dit is leuk man. Een bordje van ons hele, van ons kingdom voor Mace. Onze koning op dit moment. Die koning is Mace, is het wel. Maceo 3. Die ligt in het ziekenhuis. Maceo 3 die heeft leukemie. En ja, we wennen ze allemaal beterschap. En zijn al mensen langs geweest bij hem. Ik ga binnenkort langs bij hem. En ja, dit is leuk om te zien man. Hou vol bro, toffe kast. Mace beterschap, we steunen je. Zeker weten. Lachte vaak, altijd gezellig, we love you, sterke boy, Mace Kastu, sterkte Mace, Mace verse boy, Mace baas. Ja, voor Mace jongen, echt, ik wist je schat, Maceo, love naar Maceo, zo naar jou, Maceo draai. Wanneer ga je weer deribrieden? Het is je broer Urmi hier. Ja,
Leuk, man. Dus ik vind het ding dat we lekker staan. Dat zeker. Maar de rest gaan we allemaal wipen. Dit is lelijk. Dat gaan we allemaal weghalen. Je ziet overal zitten ook gaten in de grond. Dat soort shit. Want vroeger heel veel Empire ook hier gevochten had met de oude mensen. Dit gaan we weer leeghalen, plat maken. Noem het maar op. We gaan gewoon heel Tiksa gaat plat. Nou, wat haalt in voor de spelers? We gaan natuurlijk op zoek zijn naar nieuwe bouwers. We hebben nog op dit moment mogen we nog maar 3 mensen inviten. En ik ben op zoek naar 3 bouwers. Dus als jij een bouwer bent en je kan goed bouwen, dus niet... Ja, ik kan wel bouwen achteraf. Want ik heb ook wel eens mensen gehad die ik invite. En die zeggen, ja, ik ben een bouwer, ik ben een bouwer. En dan inviten ze, ja... Wat versta je nou precies om te bouwen? Want ik kan wel bouwen, maar het is niet zo heel goed. Ja, dan hebben we niks aan. Ik wil gewoon goede bouwers. Dat we zeggen van, hey, ik wil een vet huisje hebben. Dat je gewoon een vet huisje neerzet. Nou, op die manier gaan we dus alles wipen. Fort Rombeton blijft wel bestaan. Ping ping, of de Chinese stad gaat ook plat. Dat was weer een grapje. Dat gaan we dus gewoon weghalen. De nieuwe stad blijft. Dat wordt de hertogstad. Op het moment dat ik koning word. En Mees die wil geen koning meer zijn bijvoorbeeld. En hij wil graag hertog zijn. Dan hebben we voor hertog Mees dan een stad. En hetzelfde geldt voor hertog Boes. We hebben een stad. Die kunnen we 2 kunnen wonen. We hebben dus 2 steden. Die gaan we ook afmaken. Maar vooral alles gaat plat. Nou, tot nu toe hebben we alles hierin gestoord. Alles staat hier natuurlijk in Fort Rombeton. Oh, ik heb bijna die kist gesprongen. Van Rombeton, waar we al het eten hebben staan, noem het maar op. Maar we gaan dus helemaal opnieuw beginnen. Dus we krijgen 2 series op mijn kanaal een beetje erbij. Nou, de eerste serie is natuurlijk duidelijk. Dat wordt natuurlijk de roleplay. Dat is gewoon iets wat ik ga oppakken. Ik heb een hele leuke storyline heb ik verzonnen voor mezelf. En dat gaan we gewoon uitwerken en gaan we oppakken. Dat is hartstikke fijn. En de tweede serie die ik ga doen is de survival. Oftewel, jullie gaan zien hoe wij heel nieuw Tiksa in gaan stellen. Hoe gaat nieuw Tiksa eruit zien? Wat gaan we maken? Worden we weer Skyra? Dat gaan jullie allemaal achterkomen, hoe het allemaal in zijn werking gaat. Ik heb er heel veel zin in, want roleplay gaat met DLG beginnen, met David. En dan weet je wat, is een mooi punt om zelf ook meteen te gaan beginnen met de roleplay. Want hey, als David begint ermee, dan is het fijn als iedereen opnieuw begint met die roleplay. Dan kunnen we weer lekker aan de bak, right? Ik heb er weer zin in. Misschien wel weer wat meer oorlogen voor jullie stream. Want de vorige oorlog tegen Marnie vonden jullie hartstikke leuk. Dat we hier op Fort Rombeton waren en daar met de ballista machine aan het sprayen waren op Marnie. Dat Marnie zichzelf echt een hoedje schrok. Dus dat gaan we dus allemaal voor jullie weer doen binnenkort. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Even kijken, we hadden ook eentje met Diamond Tools. Ja jongens, de survival, hè? Dat hoort er weer bij. Het survival aspect, die body een stuk is. Nou, helemaal top. Deze extra gaat ook wel in. Nou, op die manier, dat gaat dus inhouden dat alles gewiped wordt. We moeten alles weghakken. En hopelijk kan iemand van OP ingrijpen. Die er gewoon denkt van, nou, we gooien het helemaal plat. En dan kunnen we gewoon beginnen. Jongens, lieve kijkers, het goede leven. Het was weer een video, een updateje over Kingdom. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Laat me weten of je zin hebt in Kingdom Roleplay. Of inderdaad, in de Kingdom Survival. Laat me het weten. Doe een duimpje omhoog achter als je Kingdom leuk vindt. Ik vind het heel erg leuk. Ik zie je graag in de volgende video. Laat het ons zien. En natuurlijk, peace.